Hallo allemaal, ik ben Loek de Bakker, een van de vaste makers van Toneelschuurproducties. En in deze kleine serie inleidingen praat ik met makers wiens voorstelling nu niet live te zien is in een van de zalen van de Toneelschuur. Maar gelukkig wel via een stream of livestream of een speciale voorstellingsfilm. En een van die livestreams is Laura H., een voorstelling van Nina Spijkers, die hier waarschijnlijk aan die kant naast mij in het scherm zit. Of aan die kant. Hey Nina, fijn je eventjes te spreken. Hallo. Hallo. Super fijn dat we Laura H. kunnen gaan zien. Want jullie zijn een half jaar geleden al in première gegaan, geloof ik. Ja. En niet veel mensen hebben het tot nu toe kunnen zien, hè? Nee, we hebben volgens mij een heel kort toertje hebben we gehad. En al vrij snel werd dat ook voor 30 man. Dus daar komen vrij weinig mensen in. Dus nee, niet veel mensen hebben het gezien. Dus ik ben ook heel blij dat we de kans krijgen om het nog een keer te laten zien aan mensen. En via stream hopelijk aan veel mensen. Ja. Meer dan 30. Toen jij besloot deze voorstelling te gaan maken. Dus dat is 3/4 jaar geleden, denk ik. Ja. Zoiets. Ja. Toen was er al natuurlijk best wel veel over Laura H. Het boek, podcast. Ze is veel in het nieuws geweest. Ja. Wist je gelijk wat jij met dit verhaal wilde? Ja, eigenlijk meteen. Toen ik de bewerking las en toen ik me ging verdiepen, nog verder verdiepen in haar verhaal, toen betrapte ik mezelf eigenlijk erop dat ik haar wilde begrijpen helemaal. Zodat ik haar kon wegzetten als één ding. Dus als, oh, maar zij is een dader of oh, maar zij is eigenlijk een slachtoffer. En ik merkte dat ik dat zo graag wilde. Dat ik haar kon vatten. Waardoor ze voor mij ongevaarlijk zou worden of zo. En toen dacht ik, waar komt die behoefte vandaan? En ik merkte dat dat ook heel erg in de media eigenlijk hetzelfde fenomeen was. Dus dat mensen haar wilden wegzetten als één ding. Terwijl het interessante aan haar verhaal is eigenlijk dat er niet één waarheid is. En dat het een verhaal is waarbij een heleboel verschillende waarheden naast elkaar staan. En dat het eigenlijk aan het publiek is om te kiezen wat zij van haar denken. En misschien ook wel dat het publiek erachter komt dat het niet nodig is om altijd iemand uiteindelijk in een hoekje te kunnen stoppen. Maar dat het soms ook gewoon de kracht van een verhaal, de dualiteit is. Dus dat voelde ik meteen, van daar zit zo'n kans om dat met dit stuk te doen. En ook wel een thema waar ik al langere tijd zelf ook als maker mee worstelde. Omdat we toch in een tijd leven waarin, ik weet niet of jij daar ook last van hebt, maar dat je toch voelt dat er vaak, dat je heel erg voor één waarheid of één standpunt moet kiezen. En dat er ook van kunst langzamerhand verwacht wordt dat het dat het één boodschap heeft of dat het eenduidig is, terwijl ik heel erg hou van nuance en van het feit dat dingen niet zwart-wit zijn, maar dat eigenlijk altijd alles grijs is. Dus dat vond ik fijn dat ik die kans kreeg om daar iets over te maken. En dat herken ik heel erg, maar het is ook heel ingewikkeld om ja. te doen, toch? Zeker met zo'n verhaal. Of je, ik zie jou gelijk. Nee, eigenlijk is dat, kwam ik dus achter. Dat, ik dacht ook, oh, dat is heel ingewikkeld. Maar eigenlijk kwam ik erachter dat dat helemaal niet ingewikkeld is. Op het moment dat je wel per hoofdstukje of per stukje van de voorstelling, of per moment zelfs, heel duidelijk kiest voor één ding. En dat het dan vervolgens de optelling is die het verwarrend maakt. Dat is ook een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd als regisseur, heb geleerd van Teu Boermans, de regisseur. Namelijk dat als bijvoorbeeld een personage gek moet spelen, je kan niet gek spelen. Wat je wel kan spelen is een heleboel verschillende dingen heel kort na elkaar, waardoor de kijker dat ervaart als gekte of als waanzin. Of, ja. Maar, of als onvoorspelbaarheid. Maar je kan niet onvoorspelbaar spelen. En dat voel ik ook een beetje bij deze voorstelling. Zo,
dat er niet één waarheid is, betekent dat je eigenlijk 800 waarheden heel duidelijk moet presenteren. En dat is eigenlijk een heel helder uitgangspunt als regisseur, denk ik. Zat het al heel erg in de bewerking of heb je dat heel erg op de vloer moeten maken? Al die verschillende schakeringen die dan samen dat grijze gebied worden. Ik heb dat wel echt helemaal zelf moeten maken, omdat Anouk Nuyens, die de bewerking heeft geschreven, en eigenlijk ook Thomas Rupp, die het boek heeft geschreven, dat zijn allebei mensen die meer vanuit een journalisme werken, waardoor dat eigenlijk juist heel erg genuanceerd en heel erg objectief is. Ja. Dus dat neemt je eigenlijk allebei geen standpunt in. En dat is, voelt voor mij heel atheatraal. Dus ik moest echt overal het standpunt inbrengen. Wat ook soms heel spannend is, omdat je dan iets wat iemand zoals Thomas Rupp, die het boek heeft geschreven, of Anouk, die zo heel zorgvuldig zo iets heeft opgebouwd en heel zorgvuldig waarheid in het midden laat. En wij moesten dan gewoon eigenlijk daar vrij bruut overheen walsen met een soort, nu is ze gewoon helemaal dit, dader, of helemaal slachtoffer, of helemaal manipulator. Of, dus dat moesten we wel echt zelf aanbrengen, ja. Leuke uitdaging. En nu zag ik in de scènefoto's dat jullie werken met hele grote LED-schermen. Waar je eigenlijk beelden van Laura en, denk ik ook, personage Thomas Rupp ziet. Klopt dat? Of alleen Laura? Ja, eigenlijk bijna alleen maar Laura eigenlijk. Ah, ja. Die camera is een soort verlengstuk van het personage van Thomas. Die haar, en ook ergens van het publiek, die haar de hele tijd probeert te vangen. Dus die probeert de hele tijd eigenlijk in haar te kruipen en haar vast te leggen, haar te vatten eigenlijk. Dus dat is de rol wat die camera doet? Of die rol heeft de camera gekregen? Ja, maar het is ook het decor. Want we hebben eigenlijk alleen maar een vloer en schermen en twee spelers en een camera. Dus dat wat we filmen, dat wordt het decor. Want dat is wat je daarachter ziet. Dus het was ook wel een uitdaging om te gaan zoeken naar beelden die iets vertellen, maar ook een soort esthetische kracht hadden. Dus je moest de hele tijd je eigen decor maken per seconde, eigenlijk. En dat was heel leuk, omdat ik hou ook heel erg van film en ook van film maken. Dus het was tof om ook dat discipline daarbij te betrekken eigenlijk. Ja, en je hebt nog een extra wapen in handen om de blik van het publiek te sturen. Als je het net hebt over zo al die verschillende manieren van naar haar kijken of naar de situatie kijken, kan je natuurlijk nog sterker inzoomen. Dingen uitvergroten. Letterlijk. Ja, letterlijk. Oh, tof. Nou, dat was ook een van de eerste dingen die ik tegen de decorontwerper zei. Ik wil helemaal in haar kunnen klimmen. Dus ik wil haar zo close zien, zo close in haar ogen kunnen springen. Ik wil haar helemaal bij zijn. En dat is ook waar de voorstelling mee opent. Eigenlijk is alleen maar met haar ogen over de hele ledwand. Super close. Ja. Ook weer de blik. De blik, ja. En ook een beetje een soort grapje naar de cover van het boek. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dan zie je zeg maar zo'n alleen maar haar ogen. Wat dan natuurlijk ook weer een soort verwijzing is naar islamitische kleding. En, ja. En nu werk jij doorgaans, of meestal wat ik van jou heb gezien, met repertoire, met personages die bedacht zijn. Deze personages die jij opvoert zijn natuurlijk echt bestaand. Hebben jullie misschien ook wel contact mee gehad? Werk je dan anders met je acteurs dan wanneer ze niet bestaan? Ja,
Een beetje. Ik moet zeggen dat Laura heb ik nooit ontmoet. Tenminste, ik heb haar ontmoet nadat de voorstelling af was. Maar ik heb heel expliciet ervoor gekozen om haar niet daarvoor te ontmoeten. Omdat ik dacht dat gaat iets van mijn bravoure misschien wel, of mijn moed weghalen. Dus ik dacht dat wil ik vermijden. En Thomas wel, daar heb ik veel contact mee gehad. Maar dat heeft mij niet heel erg gestoord in het maken. Ik heb niet het gevoel dat ik daar vrijheid door kwijt ben geraakt in spel. Maar dat komt ook omdat het onderwerp is toch echt Laura. Dus het is niet de integriteit van Thomas die op het spel staat daar. Wat je wel ziet is een personage wat Tim Oliver Sommer speelt. Die speelt Thomas Rup en je ziet wel dat hij langzaam te diep dat verhaal ingetrokken wordt. En dat is wel iets wat ik goed naar Thomas wilde communiceren, dat we dat aan het doen waren. Maar dat vond hij gelukkig helemaal prima. Oh ja. Het lijkt ook spannend als er van jou een personage wordt gemaakt. En moet er niet aan denken. Nee, toch? Dit is afschuwelijk. Nina Spijkers op toneel. Nee! maar dit was heel erg hoe jij erin stond. En hoe was dat voor acteurs? Weet je dat? Hoe ging je dat was volgens mij wel spannend. Nu weet ik dat Jade, die de rol in eerste instantie heeft vormgegeven, Jade Olieberg, die had haar al een keer ontmoet, omdat er een soort avond in de balie was geweest, waar zij toen was en waar Laura toen ook was. Dus die had haar ontmoet en daardoor voelde ik bij haar wel dat ze daar in ieder geval mee bezig was. Ik denk niet dat het haar heeft teruggehouden in keuzes of in spel, maar het was wel dat ze voelde, oh, het is een echt iemand. En dat geldde ook wel voor Tim en Kevin die Thomas spelen. Maar wat wel heel spannend was, is toen ze kwam kijken. Dat was een hele, hele, hele rare avond. Ah, ze is er geweest. Toen, ze is komen kijken en toen voelden we allemaal, oh, opeens werd het zo echt. En opeens was het zo, ik voelde me zo ongemakkelijk toen ik daar zat te kijken. Ik zat alleen maar via haar te kijken. Wat zeggen we nu eigenlijk precies over jou? Maar ik was wel blij dat ik dat zo'n shock was voor mij toen. Want dat betekent dat ik me tijdens het maken daar echt niet mee heb bezig gehouden. En de acteurs ook niet. Dus dat kwam opeens heel hard binnen toen ze er was. Een soort, oh, dit is echt. Of wij zeggen allemaal dingen over jou die ook niet waar zijn vanuit jouw beleving misschien. Of, nou, dat was wel een heftige voorstelling. En jullie hebben haar niet gesproken daarna? Jawel, jawel. Oh, wel. En, ja. En kun je zeggen hoe zij reageerde? Of is dat... Dat vind ik een beetje privé. Ja, zeg maar, niet voor mij, maar wel voor haar. Want zij natuurlijk toch een publieke figuur is met vrij veel kritiek daarop. Het is wel zo dat zij de voorstelling ondersteunt. Dus het is niet dat ze haar handen ervan af heeft getrokken. Ik wil niet dat ze betrokken is geweest, maar ze was niet. Ze wilde niet dat we ermee stopten of zo. Dat kan ik er wel over zeggen. Dus we zijn wel doorgegaan met haar blessing, soort van. Ja. Wat goed. Ja. En een hele andere vraag, want ik weet nog, vlak voordat jij ging beginnen, spraken wij elkaar ook eventjes. En toen zei je, ik vind het zo spannend dat er ook echt gewelddadige scènes in zitten. Dat ervaarde ik ook toen ik bijvoorbeeld de podcast las. Dat ik dacht, jeetje, in mijn hoofd is dit misschien wel makkelijker te verbeelden dan wanneer ik dit op toneel zou moeten vormgeven. En dat jij zei van, ik ben zo benieuwd hoe ik dat ga aanpakken. Hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt? Toen ik het las, dacht ik, volgens mij moet je dit echt doen. Zo echt mogelijk. En dat is normaal iets wat ik probeer te vermijden op het toneel. Dus meestal als er iets van geweld of seks of wat dan ook in zit, dan probeer ik meestal te zoeken naar een soort theatrale vorm daarvoor. Omdat het daardoor bij mij vaak persoonlijk harder aankomt. Mm-hmm. En nu dacht ik, nee, volgens mij moet dit echt zijn. En volgens mij moet het ook net iets te lang duren.
Dus dat wilde ik eens een keer uitproberen. Dat had ik nog nooit gedaan, dus ik dacht, daar wil ik even voor gaan. Dus we hebben gewerkt met een stuntman, wat fantastisch was. Ex-militair, en die ging ons daarmee helpen. Want het was eigenlijk een hele geinige middag, wat raar was. Maar misschien ook juist omdat het zo heftig was of zo gewelddadig, dat wij daar met heel veel humor in stonden. Omdat je het anders komt het binnen en dan komt het. Ja, ja, dus kun je het maken, dat was ja. Precies, ja. Dus dat hebben wij met hem gedaan. En dat was toch elke keer als ik het zie, vind ik het weer heel heftig. Maar ik vind het belangrijk, omdat het misbruik van haar, dat het zo'n groot onderdeel is van haar verhaal. En ook zo'n groot onderdeel van haar keuzes voor bepaalde dingen. Vond ik het heel belangrijk dat je dat huiselijk geweld ook echt ziet en ook echt ervaart. En dat is volgens mij wel goed gelukt, maar ik kijk er niet graag naar. Nee. Maar dat is misschien ook dus wel dan is het, dan de is bedoeling. Het goed gelukt. Ja, precies. Ja. 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 Nou, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat overkomt straks in die livestream. Ja. Ja. Ik ook. Dan is het ook weer, wordt het ook weer film. Nou ja. Ja, ben heel maar daar ben ik sowieso heel benieuwd naar hoe dat overkomt op livestream. Hoe was die om te maken? Heb je je daar veel mee bemoeid met die livestream? Dat het van theater naar film nu moet? Ja, zeker. Of tenminste betrokken bij ook de camera en regie. En er zijn ook wel wat dingen die ik heb aangepast in spel. Of vooral in interactie met het publiek. Omdat het een verhaal is wat vrij direct op het publiek wordt gespeeld. En het publiek ook echt wordt betrokken bij de voorstelling. Als in niet publieke participatie, maar wel heel erg direct aangesproken. Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat gaat met een camera. Ik denk dat eigenlijk wel elkaar zou kunnen versterken. Meer dan een voorstelling waarbij de voorstelling doet alsof het publiek er niet is, zeg maar. Dus als de vierde wand dicht is en zo van, wij maken hier van alles mee en oh, toevallig zitten daar mensen bij, maar we doen alsof jullie er niet zijn. We doen hier niet alsof mensen er niet zijn. Dus ik denk dat misschien zich wel leent voor een stream, hoop ik. Maar ja, dat weet ik niet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, spannend. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen die de stream gaan kijken? Of iets meegeven? Veel plezier eigenlijk. Ik denk dat ik genoeg heb gezegd wat misschien al te veel stuurt. Dus daar wil ik eigenlijk, dat is juist de poging om jullie die gaan kijken niet te sturen. Je eigen verhaal te laten maken. Dus veel plezier vooral. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Succes met repeteren daar. Dankjewel. Doei. Doei, tot snel.